Ben je klaar om te vliegen? Ja. Yes? Ga jij eerst? Ja, ik ga eerst. 1, 2, go! Woo! Zie hem vliegen! Oh! Yo, mensen van Dodo! Welkom bij een nieuwe 1.9 Witch Wars met... Enzo! Enzo! Heb je er een beetje zin in? 1.9, je hebt het nog nooit gespeeld. Wow, ik zo... Holy shit, ik heb gewoon een schild in mijn handen. Ja, yeah, man. Ja, het is echt super dope. Oh my god, dit is onze hex. Yep. Oh. Ja, dit is trouwens ook de eerste keer, voor de mensen die benieuwd zijn, dat Enzo Witch Wars speelt. Dus ik zou even een kleine introductie geven, als je dat wil. Ja, heel graag. Ik sloeg al net op de hex, maar er staat beschermen. Ja, klopt. Ja, deze moet je beschermen. En de andere witches die moet je vermoorden. En die werken hetzelfde als de Eggs in Egg Wars. Zolang de witch leeft, kom jij weer tot leven. Oké. Okay. En ja, zolang die van de tegenstander leeft, uiteraard komt die ook weer tot leven. Ja. Maar wat nou anders is dan deze game mode, is dat er in het midden zijn er gebroken shards. En die moet je samenstellen. Bijvoorbeeld 10 shards. En dan kan je een heel goed item maken. Dus als je naar de shop gaat, dan zie je ook de currency. Dan heb je special onderaan staan. Ja. En daar moet je dus met shards betalen. Ja. En dat is het. En daar kan je dus hele zieke items van krijgen. Daar kan je hele zieke items van krijgen. En die gaan we ook halen. Oké, ja. Ik ben al aan het bouwen, zie je? Oh, je bent al bezig. Nou, kijk eens aan. Lekker, hey. Dude. Lekker, lekker. Maar zo'n schild zal wel echt wennen zijn, hè? Ja, zeker. Ja, je moet dus echt je shield ingedrukt houden, van wat ik heb begrepen. Ja. En wanneer zij slaan, kan je hem dus blokken. Dan doet het bijna geen damage. Maar je moet zelf ook telkens 1 tot 2 seconden... Oh, ik ben er. Oh, je bent er al. Ik ben in het midden. Oh my god, dat doe je snel. Ik haal golden apples voor ons en ik kom ook. Oh, moet ik niet hierin doen. Oh, sick. Heb je de shards gevonden? Nee, ik ben aan het vechten. Ja, ik heb 1 iemand dood. Oh, lekker, dude. Wow, nice. Oh, ik sla... Bam! Okay. Nice. Oh, ik kan... What the heck? Ik moet volgens mij de witch een beetje terugduwen. Oké, okay, het werkt. Ik ben onze witch even aan het inbouwen. Dan kom ik ook naar je toe. Ik heb de 1 miljoen... Oh, nee. Oh, ik ben eraf. What? Oh, no. Ik heb wel een paar mensen gekillt. Oké, okay, nice. Ik ga nu even naar het midden. En dan neem ik even wat shards voor ons mee. Want dan kunnen we iets halen. Okay, qua gear. Ja. Dus dat lijkt me wel een goed plan. Oké, okay, zeker goed plan. Even kijken. Ja, want die shards kan je echt wel dikke items mee halen, inderdaad. Oh ja, maar dat is dus het stimuleert ook mensen veel meer om naar het midden te gaan. Weet je wat ik leuk vind? Die bloedtokens die je zeg maar krijgt van de redstone blok. Aha. Het is chill dat je dat verder niet kan upgraden, dus dan is iedereen zeg maar gelijk. Ja, precies. Dat is ook echt compleet het idee. Alleen de mensen die naar het midden gaan, die worden... Ja, die worden echt sterk. Die kunnen sterk worden. Precies, die krijgen ook er iets voor terug. Ja, begrijp ik helemaal. Dus dat is inderdaad ook het idee van deze game mode. Ondertussen ben ik echt super veel mensen aan het vermoorden hier. Oh, sick man. Nice. Ik ben even aan het verdedigen hier. Right. Of nou ja, even. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Tuurlijk. Niet vergeten. Kijk. Vergeet mij niet, Wouter. Ik vergeet jou nooit. Oh, we worden wel echt vol gefocust. Ze zitten alleen op mij, want we hebben nu geen anonimiteit. Nee. Dus dat is wel een feest. Oké, maar ik heb... Dit is mijn 4e kill. Let's go. Wat? En... Ja, ik ken deze game... Dat is het voordeel aan je eigen game modes ontwikkelen. Je kent ze. Je kent ze. Even kijken. Gebruiken mensen dat ook als smoes van... Ik heb verloren, Wout, omdat het jouw eigen server is. Nou, af en toe wel, ja. Even kijken. Ik heb bijna nog een kill. Ja, oh, okay. Er komt iemand hierheen, maar ik ga hem pakken. Uit. Wij zijn... MC Paniek, maar ik raak niet in paniek, hoor. Ik raak niet in paniek. Gelukkig maar. Oh, ik zie hem hier. Even kijken. Huh? Is dat... Oh, shit. Ik dacht dat ik naar ons eiland ging, maar ik ben naar geel gegaan. Wij zijn natuurlijk oranje. Oh my god. Oké, okay, oh, wow. Ik kom snel terug. Ik heb echt superveel shards, dus we kunnen hele mooie dingen bouwen. Oh. Is er iemand? Hij wil blijkbaar teamen. Wow, ik zag iemand vliegen. What the heck? Ja, dat kan. Oké, pak hem. Hij heeft het niet door. Oh my god. Dat meen je niet. Oh, de suicider. Wat een bastard. Oh, dat is zo naar. Maar ik ben hier een defense aan het bouwen. Oh, ze gaan allemaal hierheen. Hè. Ja, het is verschrikkelijk. We hadden echt anoniem moeten gaan. Kijk dan. Ik offer mezelf voor op, oké? Kijk. Oh, je hebt ze gewoon.
Wow, ik leef gewoon nog. Kijk lekker, dan. Dude. Lekker. Houd vol, houd vol. Yes, ik ben weer omhoog gegaan, want ik heb best wel leuke items. Heid. Wow, ik hoor een draak of zo. Ja, dat zijn witches die doodgaan. Oh, serieus? Ja. Het zijn een beetje enge geluidseffecten. Oh, nice. Je kan gewoon golden apples fixen, ja. Yep. Nice, wil je er ook een? Ja, lekker. Even kijken, ik heb hem hier neergegooid, beneden. Alleen niet dat onze witch kapot gaat. Ik koop ook even snel een shield. Oké, ik ga naar die gast toe hierachter. Ga je het gewoon doen? Ja, ik ga het gewoon weer doen. Alright. Ja, het is wel echt balen dat ze nu allemaal samen zweren. Maar ja, dat hoort erbij, denk ik. Kijk, zo en zo. Oké, ik ben hier verder gegaan. Is het gelukt? Er is hier één iemand nog. Die staat op de brug, maar die laat ik daar gewoon staan, oké? Is cool, is cool. Even kijken, ik heb ook een pickaxe. Want dan kan ik even voor jou de weg vrijmaken. Weet je wat ik ga proberen? Ik ga proberen om gewoon naar iemand toe te gaan. Iemand switch. Alright, is cool. Goed plan, toch? Ja, we kunnen ook nog even naar het midden. Kijken. Ja, maar mij niet uit. Wat ik wel merk, is dat als je, een schild in je handen hebt. En je gaat de hele tijd rechte muisknop spammen. Ja. Als je blokjes in je hand hebt. Uh-huh. Dat je dan de hele tijd dat schild naar voren krijgt. Ah, omdat je ze half plaatst, half... Ja. Snap je? Dat is wel een beetje vervelend. Oh, ik kom nu terug. Ik heb 14 shards. Daar kunnen we hele toffe dingen mee doen. Oh, wat? Okay. Nee, ik ben niet meer aan het verdedigen. Oh, waar ben jij dan? Ja, ik ben aan het bouwen. Oh shit, jij gaat echt naar me toe. Ja, ik ben nu bij Gil. Oké. Ik ga dan even snel wat maken en dan kom ik naar jou toe. Oké, nice. Oh god. Word ik gevolgd? Nee. Oké, nice. Ik sta hier boven. Lekker. Je staat. Ik heb een golden apple en dat weet je niet, denk ik. Je staat boven de mat. Bam! Heb Bam! Je ze? Bam! Oh, ik heb zoiets tofs voor je gekocht. Hier ga je echt van genieten. Wow, dat PvP is moeilijk geworden, man. Yeah, I know. Oh, yes, ik heb hem. Echt? Lekker, ja. Dude. En hoe krijg ik die witch nu dood? Die moet je gewoon vermoorden met je zwaard. Oké, gewoon slaan. Ik sta hier aan de zijkant. Echt heel, heel erg risky. Waar is die witch precies? Want... Ja, die is waarschijnlijk ingebouwd. Maar ik kom nu naar je toe. Oh, oké, ik sta hier zo risky op de zijkant. Moet je maar eens kijken. Dat is echt normaal. Wacht, waar was je heen? Geel? Ja, ik denk dat het geel was. Oké, ja. Oké. Oh shit, er is iemand bij ons. Oh. Ja, dit is geel waar ik zit trouwens. Oké, shit, ik ben niet van ons aan het protecten. Ga je het redden? Ik hoop het. Yes, ik heb hem. Woe! Oké, oh, dat was risky. Ik ben hier aan het vechten. Oh my god. Oh nee, hij heeft mij gekild. Echt? Ja, maar hun hebben helemaal niks meer. Oké, ik ga je iets leren. Trek dit aan, op je chestplate. Op mijn chestplate? Ja. Yeah. Pak deze 64 cent dan. Ja. En we gaan omhoog bouwen. Gewoon alleen maar omhoog, omhoog, omhoog. Oké. Dit gaat heel tof worden als je dit nog nooit gedaan hebt. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Oké. Ik zie daar iemand vliegen al. Ja, dat ga ik je leren. Holy shit. En hoe heb je dat nou kunnen maken? Met shards? Ja, dit heb ik met shards gemaakt. Dus je moet echt naar het midden om dit te kunnen. Oké, we zijn er klaar voor. Ik denk dat we hoog genoeg zitten. Ja. Er komt wel iemand ons huis op, maar of ons terrein op, maar so be it. Je hebt hem aangetrokken, hè? Ja, ik heb hem gewoon aan, ja. Oké. Onze witch gaat hier wel dood door, maar we gaan naar geel, oké? Wat je doet, is je springt. En op het moment dat je springt, doe je nog een keer spatiebal. Oké. Dus ik ga je leren vliegen, die kant op, naar geel. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Ik druk spatie! Ingedrukt! Oh, wat? Holy shit, ik ben er! Wat? Oh shit, hoe ben ik dood gegaan? Ben je dood? Ja, dat klopt. Oh my god, volgens mij ging ik te hard naar beneden. What the fuck, ik leef nog bij hun hier. You did it, man, je hebt gevlogen! Oh yes! Oh, fucking vet. Oké, nu moet ik snel aids fixen. Oh shit, ik kom naar jou toe, want onze witch is denk ik dood. Oké, even kijken. Oké, ik heb full ladder. Oh my god. Oh, wow. Oh, ik snap echt niet hoe ik dood ging, bro.
Oh, die gast van Geel komt hier weer. Dat ben ik. Ben jij. Ja. Hoe kan je nog leven? Nou ja, onze witch die leefde nog. Echt? Ja, echt. What? Maar echt een seconde daarvoor ging ik dood. Dat hij dood ging. Ik moet niet alleen maar achter elkaar staan. Nee, je moet rustig. Maar er komt iemand naar ons toe, dus we hebben jou nodig. Oké. Oh, ik heb hem. Ja, je moet komen. Ja, ik moet dit kapot maken hier. Hop, okay. I want to break free. Hey, ik heb hier een golden apple voor je. Oké, thanks. Ik ga dan snel iets kopen. Ja, doe dat. Let jij op dat hij niet komt? Ja, hij gaat helemaal omhoog. Oké. Ja, hij probeert een stuk omhoog te gaan. Iedereen zijn witch is nu dood. Dus het is allemaal eerlijk. What? En wij zijn nog met z'n tweeën. Dit is echt spannend. Ja, hè? Oh my god. Hij staat daar van Geel. Wouter H. Wouter. En we hebben vandaag echt al met veel Wouters opgenomen. Oké, ik ga ook nog even wat kopen. Oké, zo. Wow, je kan ook gewoon een punch 1 boog krijgen. Ja, klopt. Maar dan heb je wel heel veel tokens nodig. Oh, hij is echt hoog gegaan, die gast. Ja, die gaat naar ons toe vliegen. Hij probeert bovenop het dak te komen. Ja, precies. Die gaat naar ons toe vliegen. Oké, ik heb weer gear. I'm good. Oké, ik moet even een zwaard hebben. Of een zwaard, ik bedoel een shield. Alright. Nice. Maar wat vond je van het vliegen? Het vliegen was vet, hè? Vet, hè? Ja, maar ik moet nog wel even goed kijken hoe dat precies werkt. Want het ging niet helemaal goed, maar... Nee, je moet hem één keer inklikken en dan vlieg je, zeg maar. Maar was wel echt sick, man. Holy moly. Ik vond het ook echt zo brut. Echt heel nice, heel nice. Maar... Oh, viel je nou naar beneden? Ja, ik hoorde ook iets. Ja, ik hoorde in ieder geval fall damage. Ja, ik was het niet. Where are you? We komen je halen. Oh, hij zit boven ons. Precies boven ons? Ja. Oh ja, ik zie het. Oh, hij gooit wat blokken naar beneden, dat wij omhoog kunnen komen. Dankjewel. Dank je. Oh ja, hier kan je natuurlijk niet bouwen. Oké, gaan we omhoog? Let's do it. We moeten alleen oppassen dat we niet afgekukeld worden. Oh, ik heb hem één keer geslagen. Yo, ik heb hem ook. Ah, we hebben hem! Oh, we hebben gewonnen! Alright. Gewonnen. GG. What? Alright, de tweede match. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. We weten nu een beetje hoe het werkt, toch? Ja, klopt, inderdaad. Alright. Oké, we hebben onze gear. Zoveel mogelijk bloedtokens op het begin. Ja. En dan kunnen we... Ja? Ik denk dat we het beste gewoon in één keer naar het midden kunnen. Zal ik maar meteen gaan... Ja, naar het midden gaan bouwen. Ja, is goed. Even kijken, ik wacht dan hierboven nog even op tokens. En om de hoeveel... Oh, boven heb je ook een spanner. Ja, er zijn er altijd twee. Dus er zijn altijd twee? Ja. Ah, oké. Oh, je had ook al gewoon een zwaard en een schild. Ja, ik had... Had je geen klas gekozen? Oh, nee, ik heb geen klas gekozen. Nee, voor volgende keer. Oh, oeps. Even kijken. Ja, ik weet niet hoeveel we precies nodig hebben. Ik denk dat we met dit wel al een heel eind komen. Ik heb nu 45 blokjes. Oh, nou, lukt dat wel. Dus ik ga nu wel bouwen hier zo. Oké, dan maak ik voor ons even twee golden apples, oké? Ja, heel graag. Ja, en ik heb geen zwaard en schild, dus als je toch bezig bent. Oké, ja. Ik weet niet of je daarvoor voldoende hebt. Ja, tuurlijk wel. Ik ben een rijke tata. Rijke bloedtoken. Yeah, man. Om de hoeveel seconden wordt zo'n token gespand? Ik denk 1 seconde. Oké. En als je naar het midden gaat, dan spannen ze sneller. Wat bij jou thuis spannen ze dan sneller? Nee, in het midden. Daar staan ook van die spanners. Oh, zo. En die spannen dan sneller. Ik ga voor jou een shield maken en een zwaard. Ja, want graag. Denk ik dat een axe misschien sneller, sterker is, maar... Ik heb het net niet gered tot het midden, maar ik heb nu wel weer genoeg tokens. Alright. Even kijken. Ik kan net geen soort voor je. Of geen stone soort. Ik haal nog wel even 1 token. Oké, nice. Ik zie dat mensen aan het bouwen zijn naar het midden. Oké. Maar als het goed is, zijn we er eerder, toch? Nou, dat hoop ik. Daar ga ik voor. Oké. Even kijken. Oké, ik heb een shield voor je. En een... En een zwaard. Ik ben in het midden. En waar zijn die shards? Ja, die staan gewoon op die blauwe plekken. Die blauwe plekken. Spawners. Oh ja, ik zie hier inderdaad ook bloedtoken. Wow! Ja. Ik heb hier je zwaard voor je. Ik drop hem, oké? Thanks. Ik heb in één keer 64 bloedtokens. Oh, nice. Ja, die staan dus de hele tijd aan. En als je dan de eerste bent, dat wordt beloond. Ja, zeker. Okay, ik ren de andere kant op. Ja, is goed. Want daar is als goed is ook nog één. Kijk, hier is een gast. Alright. Ik heb 2 tokens. Oh. Nice. Alright, dat is het. Nice. Lekker dood. Nice.
Ja, normaal krijg je dus coins om dan je kit te upgraden. Alleen, wij hebben al de kit. Ah, zo, op die manier. Oh, achter je, achter je. Ik val hem aan. Ik ben hem aan het ownen. Ja! Ah, lekker! Come on! Yeah! Woe! Ja, wat... alleen... Oh, hier is die ene weer. Ik heb alleen geen eten. Oké, ik heb een golden apple voor je. Oh ja, heel graag. Ik drop hem hier, alstublieft. Yeah, thank you. Oh, daar komt die gas weer. Yes. Ik ga even naar deze kant. Wahaha. Even kijken, ik probeer hem te pakken. Oh. Ik word echt vol aangevallen. Ik ga denk ik maar terug, want anders wordt het gevaarlijk. Ga je mee? Gast! Ik... Wat is er? Ik ga iemand zijn witch pakken. Ja! Heb je hem? Ik denk dat ik hem heb. Ja, ik heb iemand zijn witch. Lekker, dude. Oké, nice. Nu moet ik die gast nog even killen. Juist, ik heb die gast ook gekillt. Nice. Ik moet alleen opletten. Ik ga terug naar ons. Ja, is prima. Ik kom er ook zo over aan. Want ik word achterna gezeten. Oh my god. Je moet snel komen, want als onze witch doodgaat, dan zijn we... Oké, ik kom meteen... Ik ga nu meteen weg van dit eiland. Oké. Oké, welk team zijn we ook weer? Wij zijn oranje. Oké. Oké, oranje. Oh, ik had... Huh? Ik had een kill of zo? I don't know. Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik heb 5 shards. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 3. Aight, lekker. Ik heb alleen geen eten en hopelijk ziet deze gast mij niet. Als het goed is, ziet hij me niet. Ik heb ook nog een golden apple. Oh shit, ik loop zo slow omdat ik geen eten heb. Oh crap. Ja, ik heb golden apples als je terugkomt. Oeh, ik ben er bijna. Lekker. Ik heb 3 stacks blood tokens. Echt? Ja. Holy shit, jongen. Nice. Dus ik kan genoeg apples halen. Goed bezig. Even kijken. Hop, ik ga ondertussen onze witch even inbouwen. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Want als mensen rushen en ze hebben geen pickaxe. Dat oh, je kan ook lekkere kippies. Ja. Je zorgt goed voor me. Ja, toch? Even kijken. Ik pak ook wat kippetjes. Oké, wat kunnen we het beste halen van die shards? Ja, ik denk zo'n vliegding. Ik vind die wel echt dope. Ja, dat is wel super dope. Ik heb nu een iron sword gehaald. Oké, ja, dat kan ook. Ik heb nog 1 shard voor jou over dan, als ik het vliegding neem. Oh ja, dan heb ik ook 2. Hoeveel kost zo'n vliegding ook weer? 4. Dat is iets te veel. Oh ja, dat redden we niet. Ik heb wel full chain, nee. Dat is best goed, toch? Ja, dat is nice. Even kijken, ik pak nog wat leather, een helmet en een tunic. Ik pak nog even wat blokjes. Zo. Alright. Zo. Ik ben wel goed gecoverd nu, hoor. Ja? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er. Ja, ik pak nog even die blue tokens boven en dan ben ik er klaar voor. Oh, wil jij die? Alright. Bam. Oké, nice. I'm ready. Lekker. Nou, zullen we gewoon op heksenjacht gaan? Ja, is goed. Dan pak ik nog even wat blokken. Zo. Chain armor ziet er echt vet uit, trouwens. Ja, echt super. Damn. Oké, let's go to mid. Oké, I wait for you here on mid. Oké. Oh, nice. Ik zie hier al 1 iemand. Hadden we alleen een pickaxe gemaakt? Nee, hè? Oh, deze gast heeft gewoon full iron. Echt? Uh-oh. Oh, ik heb hem geslagen. Ik heb hem ook geslagen. Nice, ik ook weer. Aight, we hebben hem. Oh, nog iemand. Ik heb hem geslagen. Ja. Hoppakee. En ik ook. Oeh, bijna. Kom op, Bouter. Ik ga de andere kant uit. Yo. Ik heb hem, ik heb hem. Nice, heel nice. Oké. Ik ben vergeten schild te halen. Dat is oké. Nice. Kom, laten we hier gewoon heen gaan. Ja, ik wil net zeggen. Nee, die is al dood. En onze witch is ook dood, dus nu niet doodgaan. Oké. Laten we dan hierheen gaan. Die gast is alleen maar bezig met zijn vliegding. Let's go. Hij is alleen maar bezig met zijn vliegding. Oh my god. Later. Wow, kalm. Oh, hier is wel een gast. Oh, pas op. Ik pak hem. Oké, hij is dood. Ik pak de witch. Oh, ze hebben niet eens... Bescherming. Nee. Ik blijf gewoon de hele tijd slaan. Maar dat volgens mij... Nee, je moet echt wachten. Oké, we hebben hem. Nice. Heel nice. Oké, waar zijn ze? Oké, nu moet ik wel even een schild halen, want dat is wel echt fijn. Ja, het is wel handig, hè? Ja, zeker. Dat merk je wel tijdens zo'n combat dan. Ja, zeker. Ja. Want als je hem shield, dan doet het volgens mij maar een half hartje damage of zo.
Je merkt ook wel echt dat het gewoon invloed heeft. Ja, maar dat vind ik juist wel cool. Dat je er snel gewend aan raakt ook, vind ik. Ja. Ja, want hoe voelt het nu? Voelt de PvP al iets natuurlijker? Ja, man, zeker. Ja, het was op het begin wel heel erg wennen, maar het voelt steeds en steeds beter. Nice. Ja. Alright, zullen wij... Oh, hij is hier! Ik heb hem gevonden. Hij is boven, op het trappetje. Oh ja, inderdaad, wat? Oké, okay, nice, ik ga hier omhoog bouwen. Waar is hij heen? Ik heb geen idee, ik bouw omhoog. Huh? Waar is hij heen, joh? Hij moet hier wel zijn, ergens. Dit is echt weird. Misschien is hij... Huh? Nee, hij kan er niet vandoor zijn. Ik denk dat hij ergens gecrouched is of zo. Dat moet wel. Kom maar! Heb je hem? Oh nee, nee. Je viel gewoon. Huh? Waar is die dude? Where are you? Want hij was groen. Oeh. Dit is echt heel vreemd. Wat? Ik ben hier aan het kijken, maar ik zie hem hier nergens. Ik zie hem ook niet. Ja, hoe dan ook. Ja, hij heeft niks, maar hij kan natuurlijk straks weer wat gaan maken en dan, ja. Want hij is ook niet op de brug geweest. Dit is echt zo bizar. Ja, jij kent de map beter dan ik. Maar... Ja, nou ja. Er is maar één uitgang en dat is via die brug die hij zelf gemaakt heeft. Ja. Maar is hij niet al dood dan? Nee. Nee, er zijn nog twee van groen. Nou, dit is echt super weird. Ja, hij moet hier ergens gekoud zitten. Kan niet anders. Maar ja, waar? Maar blijven we op hem jagen? Nou, ik weet het niet. Nee, ik denk dat we maar beter iets kunnen kopen en dan komen we vanzelf. Oh, ik zie hem. Ja? Ik zie hem. Ja. Waar? Hij ging heel even niet gecrouched. Hier zo. Hij is binnen? Ik weet het niet, maar ik zag hier ergens een naam. Oké. Ik denk dat hij dan binnen ja, is. Ja, hij is aan de voorkant. Hij is aan de voorkant. Ik zie hem hier. Oh ja, ik zie hem ook. Ik zie hem ook. Ik zit achter hem aan. Ik heb hem geslagen één keer. Oh, er is er nog één. Er is er nog één. Achter je. Eet oh ja, ik zie het. Ik neem een appel. Yo, ik kom eraan zo snel als ik kan. Nice. Hij probeert appel te eten. Eet smakelijk dan. Op je sterfbed. Hoppakee. Zo'n PvP kan nu al lang duren volgens mij. Nou, volgens mij missen we heel veel. Huh? We slaan op het... What the fuck? Wat is dit? Ik denk dat we op het spiderweb slaan. Ja. Oh ja, ja. Oké, ik heb hem. Oh ja, hij is dood. Hey! Alright. Die Pipo is er nog. Nee, die is naar het midden gegaan. Ik zag hem rennen. Ja, echt waar? Ja. Oké, dus, dan gaan we ook naar het midden. Yep, let's go. Dit is niet anders. Ik heb nu ook een diamond pickaxe, meteen de beste. Nice. Dus dat is heel erg gunstig. Ja, we mogen niet doodgaan, hè? Nope. En die shards, die zijn wel echt heel zeldzaam. Oh, ik zie hem hier. Ja, zo. Ik zie hem ook. Ik ga naar hem toe vliegen. Oh, oké, dat was niet echt vliegen. Oh, hij probeert die... Oh, hij heeft volgens mij geen eten meer. Ja, ah, lekker, dude. Oké. Oké, nice. Er zijn nog twee teams over. Oké, laten we hier naar rood gaan. Zullen we dat doen? Welke kant is rood? Even kijken waar... Oh ja, ik ben er. Ja, nice. Hier zo. Alright, let's do it. Maar we hebben geen pickaxe, hè? Ja, ik heb pickaxe. Oh, jij wel? Oké. Ja. Woo! Oh, ik zie hem daar staan. Waar? Hij staat er al gewoon. Kijk, hij staat hier. Hallo. Hij heeft diamond. En een diamond axe. Maar hij slaat de hele tijd achter elkaar. Ja, hij snapt het niet. Oh, krijg je hem? Lastig. Rustig. Kan jij naar de witch gaan in de tussentijd? Oh, ja, tuurlijk. Nee, zijn witch is al dood. Oh, die is al dood? Ja. Oké, ik ga de andere kant uit, oké? Ja, hij probeerde omhoog te klimmen, maar ik heb hem. Oh, je hebt hem. Nice. Oh. Heel erg nice. Oké, nog maar één team, blauw. Yep, en ik heb 10 shards, dus... 10? Holy shit, dude, dan gaan we even iets halen. Ja, daar lag je... Oh, daar liggen ook heel veel. Aight, er is nog maar één bij blauw. Nice. Oké, zullen we gewoon vliegen? Kijk, is dat blauw daarachter? Waar ik nu heen kijk? Of is dat paars? Ik zoek jou. Ik ben hier. Naast je, rechts. Oh, daar. ja, dat is blauw. Dus als wij naar geel gaan, dan kunnen we vanaf daar gaan vliegen naar blauw. Ja, we kunnen vanaf hier ook al vliegen als we helemaal omhoog gaan. Ja, maar je hebt geen vleugels, toch? Oh, ja. good point. Oké, nice. Zullen we gewoon naar geel gaan? Ja. Geel gaan? Gaan naar geel. Geel gaan. Oké, super nice dit, man. Echt heel erg nice. Ja, man. Super vet. Oké, dit gaat echt
dope worden. We gaan omhoog bouwen en we gaan erheen. En hij gaat het voelen. Heb jij nog iets van shards nodig? Wow, een axe doet gewoon meer damage? Ja, dan... klopt. Maar de attack speed is dus slomer. Dus je moet langer wachten, zeg maar. En waar haal je die vleugels ook? Oh, je bent special. Ja, ja. Oh. Je kan echt... Wow, explosive 2. Holy shit. Yep. Ja, je kan er wel goede dingen mee halen. Ja, je kan echt goede dingen mee halen. Oké, die vleugel ga ik nu halen. Hoppakee. Oké, en dan pak ik nog even iron leggings en iron boots. Ik heb een iron chestplate. Zo. Nee, maar iron chestplate is niet handig, want die kan je niet dragen tegelijkertijd met je vleugels. Oh, wat stom. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Dat is even iets waar ik aan moet wennen. Ja. Wow, een boog kost wel echt veel, man. 40 shards. I know. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je niet zoveel mensen hebt die gaan campen en alleen maar schieten. Ja, dat is waar, dat is waar. Want dat zie je natuurlijk wel heel erg veel. Ja, het is verschrikkelijk. Even kijken, ik heb alles. You ready? Ben je helemaal geared? Ja. Hey, wat nou? Kijk, ik heb nu iets gedaan, hè. Ik weet niet of het werkt, maar... Wat nou, als je met deze slaat en je switcht naar deze en je slaat dan? Nee, dan heb je... heel lang naar beneden. Ja, dan heb je weer cooldown. Oh, maar dit is ongeveer, dus als je slaat en dan gaat naar beneden en komt omhoog, dan kan je weer. Ja, dan kan je weer. Oh, oké, dan weet ik ongeveer de... Alright. Zullen wij omhoog bouwen en gaan vliegen naar blauw? Ja, laten we dat gaan doen. Laten we even kijken. Oké, let's go. Dit is spannend! Yeah, dus je moet spatie en dan daarna spatie inhouden. Nee, niet inhouden. Volgens mij toggelt hij hem aan, zeg maar. Maar ik weet het niet 100% zeker. Ah, handig. Dus dat wordt spannend. Ja, want jij knalde zo net raar dood. Wat zeg je? Jij knalde zo net raar dood. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat kwam. Heel vaag, man. Dus ik hoop niet dat we allebei dood gaan, want dan hebben we echt een heel interessant einde. Ik hoop het ook niet. Maar je kan dus ook weer een beetje omhoog vliegen, hè? Je hoeft niet alleen maar naar beneden. Oh, ik heb geen dingen meer. Oh, wil je wat blokken? Als je ze kan gooien. Oh, wacht. Ik heb nog meer. Even kijken, heb ik zo goed? Oh, net iets minder. Even kijken, zo. Yes! Oh, held! Perfect! Dat was echt de helft van wat ik nog had. Oh, jeez. Oké. Nou, dit moet wel echt meer dan hoog genoeg zijn. Ja, we zijn echt super hoog nu. Misschien kunnen we in het water landen. Ja, dat zou wel nice zijn. Want als je op het land valt, dan heb je wel damage. Ik denk het. Oh, ik heb weer niet genoeg. Maar dit moet ver genoeg zijn. Oké, ik heb ook geen blokken meer. Heb je vleugels aan? Ja. Ja, okay. Ja, heb ik aan, ja. Ben je klaar om te vliegen? Ja. Yes? Ga jij eerst? Ja, ik ga eerst. 1, 2, go! Woe! Zie hem vliegen! Oh! Oh, oh shit! Oh, ik... Huh? Wat ik deed je? Dood. Wat deed je? Oh mijn god, ja, ik landde tegen die mushroom paal. Oh shit, oké, ik ga het proberen. Oké, ik zie het. Ben je bij mij? Ja, let's go man. Okay. You can do this. Komt ie, 3, 2, 1. Woe! Oh, dat ziet er sick uit. Oké, pas op dat je niet te hard landt. Oh, ik zie een nice vliegen, hé. Ah! Oh! Oh. Oké, ik heb het gered. Hey, maar de vraag is de tegenstander hier wel? Ik weet het niet. Ik ga naar... Nee, hij is helemaal niet. Oh, niet. Nee, maar we moesten alsnog eerst de witch dope maken. Oh ja, dat is waar. Oh ja, die kan je nu vet lang killen. Hij is bij oranje, bij ons. Oké. Oké, ik denk dat hij vleugels heeft, want hij gaat helemaal omhoog bouwen. Ah, oké, dus hij komt naar mij toe. Ja, dat denk ik. Oké, dat was de witch. Of nee, hij doet niks of zo. Oké, ik ga gewoon wel naar hem vliegen. Ik heb genoeg spullen. Oh, we gaan dit afmaken, jongen. We gaan gewoon weer winnen. Maar als je nu hele hoge palen ziet, dan weet je wel meteen wat er aan de hand is natuurlijk. Ja, precies. Oké, let's go. Je zei dat hij bij oranje was? Ja, hij is bij oranje. Okay. Hij gaat nu weer naar beneden. Wat? Ja, hij is bij oranje. Hij gaat weer helemaal naar beneden. Oké, interessant. Ja, ik snap er niks meer van. Even kijken. Oranje is dus waar ik... Oh nee, geel. Oh, daar is oranje. Oké. Zal ik gewoon... Ik denk dat ik nu al kan vliegen. Oh, ik ga even kijken. Even kijken. Ja, je kan nu al vliegen. Oké, en hij is dus op de begaande grond? Even kijken, maar hij is niet bij... Oh nee, hij is dan niet bij oranje, maar bij geel. Waar wij net waren? Ja, daar. Waar je nu heen kijkt, daar is hij. Oké, en is hij hoog of laag? Nee, zie je die laagste paal? Daar is hij.
Oké, de derde. Ja. Zal ik dan eerst wachten totdat hij naar beneden komt of zo? Hij zit binnen. Hij zit gewoon bloedtokens te verzamelen. Oh, hij is gewoon binnen. Oké, kom eraan. Ja, ja. Hij is nu gewoon binnen. Oké, komt ie. Oké, let's go. Woo! Oh, sick man. Echt sick. Oh! Oh, zag die landing! Zag die landing! Oké, hij is boven je. Oh, je slaat hem met die axe, hé. Hupsakee! Oh. Hupsakee! Sick! Oh, super vet. 2 keer gewonnen in 1.9. Bam, wat een begin. Jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken. Vond je het nou vet? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te smashen. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Check Enzo's kanaal in de beschrijving. Mocht je het leuk vinden, je bent altijd welkom op play.dodocraft.nl. Geen whitelist, helemaal niets. Gewoon gratis voor iedereen en lekker komen spelen. Dankjewel voor het meedoen. En tot volgende keer, mensen. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.